Hier zit zo kleurig, zeg. Erg goed. Leuk. Hey, en nou moeten we vertrekken. En gaan jullie dan, kunnen jullie dag zien? Dag, lieve kindjes. Dag, Sinterklaasje. Dag Pieter! Dag Janiek! Pieter zwaait naar de camera! Luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje! Dag, 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 Zwarte Piet! Dag Sinterklaas! Sensie. Heb ik dat al gezien ergens? Sensie, 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 zie ik hier ergens sensie staan?
Zie je dat daar? Die. Oh, ja. Die gesminkte. Oké. Nou ja, die. Ik heb er raak eruit. Kom eens eventjes hier zijn zie. Heb jij een mooie tekening gemaakt? Wil jij al zo'n mooie kleur? Ja, dat is wel heel netjes. Ja, dit is wel heel netjes hoor. Heel netjes binnenbedenken. Zo knap. Je bent een beetje perplex nog, hè? Ja, ik kan me voorstellen. Het is ook heel indrukwekkend. Hé, je hebt net een nieuw huis, hè? Is het een mooi huis? Is het hier vlakbij? En jullie zijn verhuisd. Was het een hele hoop gedoe? Ja, dat is een voorstel, hè? En je hebt ook al een zusje. En hoe heet die? Vind je dat leuk, een zusje hebben? Ja, sommige kinderen vinden dat niet zo leuk. En dan moet je alles delen. Dat is wel leuk. Kun je lekker mee troeten. Een beetje kieten zo. Kun je dat niet doen. Mag dat niet veel, maar. Nee. Toch af en toe maar eens een beetje kieten. Dit is een leuk probleem. En je gaat ook wel, je bent altijd gewoon zie ik. En je gaat ook al naar school. Bijna. Dat is leuk hè. Ga je allemaal dingen leren. Sommen. Schrijven. Maar kleuren hoef je niet meer te leren, want dat kan je heel goed. Dat kan je al heel goed. Mag je nog houden alsjeblieft. Kan je nog afmaken. Dankjewel. Hey Piet. Maar hij is natuurlijk voor Sinterklaas, of niet? Maar is hij voor mij? Oké. Nou goed, dan mag ik hem zelf afmaken. Of je kleurt hem af en je stopt hem weer in je schoen. Of is hij nu voor Sinterklaas? Hoe wil je het? Nu voor Sinterklaas? Oh, dankjewel. Dan ga ik hem vanavond afmaken. Ik haal zetten van kleur. Fantastische tekening. Hey Piet, geef eens even een cadeautje. Zijn we natuurlijk ook gekomen, hè? Hoe zijn ze? Heb je goed gedaan, Dentie? Dat was de eerste. We noemen dat dat je de spits hebt afgebeten. Ik kan hem ook omkiepen, Piet. Oh. Ja, doe dat eens even. Dat kun je zien. Zal ik je helpen? Dat iedereen het in, dan kunnen jullie het ook zien. Oh, kijk eens wat pakjes. En er staan ook allemaal namen op. Kijk eens eventjes. Nou, ik zie een paar pakjes met namen, maar niet allemaal. Ik weet niet helemaal wat het is, want het heeft een pakje weten. Even kijken. Nou, alles maar even. Ja, kijk jij eens even of jij een pakje voor Zensie erbij ziet. Wil jij een pakje voor Zensie? Oh, jij zou hem er even onder staan misschien. Ja. Oh, is maar gewoon op de grond en we zitten erbij. Kijk eens trouwens ook. Valt wel mee met kikken. Is het spannend? Vind je het ook leuk? Ja. Valt wel mee hoor, Sinterklaas. Jongens, Pieter. Gooi eens even die hele zak over de grond. Hop. Oh, dat vind ik nog. Ja, dat is ook weer lastig. Dat is weer een feit. We beginnen maar eens even met een handje peper nodig. Die staat zo zielig te wachten. Vind je niet? Ja. Oh. Oké, kijk maar even. Ja, dan krijg ik een paar de handen. Sensie. Wacht maar even. Kun je alvast lekker aan de hand. Dat iedereen kijkt hoor. Ja, toch wel. Hebben jullie eigenlijk ja. Hebben jullie wel gestrooid eigenlijk? Wat zijn jullie toch vergeten? Gooi eens even een paar van die pepernoten in de juist. Hoppa, echt mee. We bakken die dingen niet van niks van. Hoppa, gooi maar. Ben jij jong? Weet je, heel veel mensen. Hartstikke. Pak maar hartstikke. Als je zin hebt. Ik ook een beetje. Ja. Je mag net harder komen. Niet zo hard. Nou, hoe zit het met het cadeautje van deze? Wat kun je nou eens even met het cadeautje? Ja. 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 Ik denk dat hij in deze zak zit. Zo, zeg, je cadeautje is wel heel erg. Helemaal onderop, zul je net zien. Ja, ik zie het. Ik zie het. Nou, daar. Kijk, ik zie het staan. Dat is het voordeel van je iets kan lezen. Dan ga je allemaal op school leren. Lees je zomaar, Sensi. Alsjeblieft, Sensi. Hé, hey, Mila. Oh. Waar is Mila? Heb ik dat al ergens gezien? Mila. Weet jij dat? Midas. Mila. Daar zit ze. Ja, dat had ik al gezien. Ik weet het al wel. Hé, hey, ik zag jou zwaaien naar mij trouwens. Toen ik binnenkwam met de boot. Papa. Oeh, spannend, hè. Kom je bij Sinterklaas? Mila, kom maar. Ja, op die bank is hij dan. Heb je wat moois gemaakt van mij? Dankjewel.
Mina. Eentje. Dat is wel een hele belangrijke mededeling die ik hier krijg, Mina. Jij kan al zonder luier slapen. Dat is knap. Dat is wel heel knap hoor. Hé, heb je niet zo bang voor die bijen? Dat is echt iets voor grote kinderen. Ja, dat is echt knap vind ik. Goed hoor. Hé, je hebt naar mij gaan zwaaien, zag ik. Ik zag je al staan. En je had een heel mooi zelfgemaakt plan. Nou ja, die luister een beetje benauwd. Hey. Hallo, zegt David. David. Daar zo. Wat ben je daar? Eventjes geduld, hè. Ik zag het wel. Hé, wie hebben jullie het pakje van Mila al gezien? Heb jij een pakje van Mila gevonden? Of heeft Mila gewoon een pakje? Mila. Mila. Wil jij een pakje? Alsjeblieft. Goed gedaan, hoor. En hou hem droog, zou ik zeggen. Mila, wil je ook wat lekkers? Mila, heb je nog een plekje? Pieter zag ervoor hoor. Hé, hey, Jitske. Jou zag ik al zitten. Kom je ook even bij Sinterklaas? Kijk eens. Ik zag jou ook staan zwaaien. Gelukt. Toen ik binnen kwam. Ik zag jou ook zwaaien. Hallo. Ja, ik zag jou zwaaien. Of een druk. Zag je mij ook zwaaien? Ja. Toen ik binnen kwam met de koord. Zag je mij ook? Ja. Hey, en jij slaapt niet meer, hè? Of ook niet? Ben je al zo groot dat je wakker bent? Ja, nou, dat ga je dan doen als je wakker bent. Als alle andere kindjes slapen. Zag je spelen? Ja, anders worden de anderen wakker. En boodschappen doen? Echt waar? Oh ja, je houdt het in de gaten. Kun je meer boodschappen doen met de lijsters? Ja, dat is spannend, hè? Het is alleen maar... Moois maken. Goed zeg. Ja, hartstikke leuk. En dan hoef je echt niet meer te slapen. Wil je dan niet moe slapen? Nee? Nou, goed hoor. Hou zo. Bella, moet ik slapen? Thuis wel. Bij papa en mama. En die willen natuurlijk ook even lekker de krant lezen. Gelijk hebben ze. Ja. Ja, en dan mag je ook ja, jij wordt groot. Ik zie het al. Hoe lang duurt het nog voordat je naar school gaat? Moet je nog een poosje? Ik ben nog 3,5. 3,5? Ja. Nou, dan duurt het nog wel een half jaartje. En dan ga je ook naar de grote school. Heb je daar zin in? Ja, dat is leuk hoor. Hé, hey, hebben jullie bedoeld, jongen, Jitske? Hebben jullie dat al? Let toch eens een beetje op, Pieter. Je kunt er toch gewoon heen, zeg. Ach, kijk, we hebben het al. Pieter, we hebben het al. Alsjeblieft, Jitske. Goed hoor. Blijf maar lekker wakker. Heb je ook al een handje pepernoot gekregen? Jongens, ik moet op alles zeggen. Ho, ho, ho. Nou ja. Dan gooi je er zo meteen nog een paar hier voor. En Dido? Dido, had ik dat al gezien? Kijk daar. Oh, met die mooie ogen. Dido met de mooie ogen. Daar viel René jou ook al voor. Ja, maar dat is een heel oud verhaal, dat leer je gewoon een keer. Je kan heel mooi zingen hoor. Durf je dat? In je eentje? Kun je een mooi liedje voor Sinterklaas zingen? Bijvoorbeeld, ken je, zie de maan schijnt door de bomen? Ja, dat liedje. Oh, doe maar eens even. Die vind ik ook blij. Zing maar. Hartstikke mooi hoor. Kijk, die kleine mutiert is groot in die weer. Lekker zacht iets. Al dat gegul hè. Maar dit is heel mooi hoor, die doel. Kinderen moeten meer zingen. Dat is een heel oud verhaal, dat vertel ik al een keer. Zie dat je een broer hebt, Zeno, en je vriendinnetje is, Juna. En je slaapt. Een uurtje dan. Dat is lekker, hè? Daar hoor je lekker wakker van. Dat is leuk om te slapen dat je weer wakker wordt, hè? En ik zie hier dat ik moest vragen van Piet wie de liefste leidster is. Ik denk dat het een vraag is naar de bekende. Wie is de liefste leidster hier? En? Wie is van de Achie de liefste leidster? Weet je dat niet meer? Heel goed hoor.
Ze mogen nooit naar de bekende weg gaan. Dan moet je maar eens een keertje de liefste lijstje uitvechten dan. Oké, dankjewel. Heb je een cadeautje voor wat je doet? Die toch? Ja, dan. Alle cadeautjes, hè. Hoe heeft er nog een hand? En school. De die zijn zo lekker. Doe ze maar boven op het cadeautje. Dan kom je er wel mee thuis, denk ik. Geweldig. Dankjewel, Dido. Tot mooie liedjes. Mooi gezongen, hoor. En waar is Dana? Hebben jullie Dana al gezien? Dana, die is daar. Weet je wel, die daar komt? Staat een beetje zorgelijk op. Of we hebben hier wat. Hé, jij had een beetje moest in het ziekenhuis zijn, hè? Ja. Je had astma. Oh, dat is vervelend. Moeilijk ademen, hè? Dan moet je met zo'n operatie door. Gaat dat beter dan? Oh, dat is vervelend, hè? Ben je heel benauwd. Dat is niet leuk. Nee. Dan kun je desondanks wel mooie liedjes zingen? Ja? Ik hoor dat net. En jij vindt kikker lief, hè? Ben je liever lief? Oh, zing maar. Dat vind ik ook een leuk liedje. Van een andere heilige. Van de concurrent. Mooi zeg. Ja, dat is leuk hoor. Het is van Sint Maarten. Dat is ook een aardige rem. Die ken ik, die woont bij mij aan de hoek. Heel leuk hoor. Hartstikke goed gedaan. Hier hebben jullie een cadeautje voor Dana. Mooi. Hey, als je succes met je astma hebt, hoop dat het niet dat je er een mooi leven mee houdt. Ik ken het. Het is een ellende. Sinterklaas wordt zo oud, die is al bijna 700 jaar oud, omdat hij een geheim heeft ontdekt. Sinterklaas die blijft zo oud, die blijft zo jong, omdat hij ontdekt heeft dat je van kinderliedjes, door kinderen gezongen, jong blijft. Dus daarom moet hij ieder jaar naar Nederland komen, zoveel mogelijk om die liedjes samen te maken. En dan blijft hij weer een jaartje jonger. Dat is een heel mooi verhaal. Jullie ontdekken dat ook nog. Als er maar meer gezongen wordt in de wereld, dan leeft iedereen aan het goed dat het geheim wordt. Dat is een heel groot geheim. Maar jullie vergeten het allemaal. Ah, daar zit ik daar niet. Hé, is je een beetje iemand anders zijn voet om te draaien? Ik kan er wel tegen, hè, jongen. Goed, even kijken. Waar hadden we gehad? Hadden we net Eline? Nee, we hadden net daarna. En Eline, die zegt nog weinig. Is dat zo, Eline? Zijn voeten draaien, hè? Oké, dat is niet wel veel. Nou, je doet wel veel. Dat is alvast uit. Hé, geef maar eens even een cadeautje en een hand. Een halfje van die pepernoten. Ik denk dat Eline, die laat al zien dat hij ook heel graag in het... Eline. Hallo, komt dan. Aarde aan Eline, aarde aan Eline. En je bent helemaal goed. Kijk eens. Hey. Je bent een royaal weg voor zo'n kleintje. Nou, ik denk dat het wel een hele royale hand is. Hé, hey, Eline. Hallo, komt dan. Ja, nu heb ik je. Je bent toch iets interessanter dan ik. Dat gebeurt niet vaak, Piet. Nou, weet je, we laten het even bij Juma. Die zit ernaast. Vind je het niet zeer dat Eline je even omdraait? Je hebt ook al van die mooie ogen. Wel, hoe komen die kinderen toch wel aan die mooie ogen allemaal? Moet je niet zo bang kijken. Je bent nieuw hier, hè? Je bent nog niet zo lang hier. Vind je het mooi? Je bent al best wel... Ben je net komen wonen in de buurt? Nee? Maar voor het eerst vandaag op koffie. Dat is wel spannend. En meteen Sinterklaas onderzoek. Dat kan niet missen. Hoe oud ben jij? 3. Nou, dan nog wel een heel jaar. Dat is leuk hoor. Dat zijn leuke meiden hoor. Daar heb je een hoop lol mee. Die ken ik nog wel. Ja. Vind je het leuk hier? Ja, dat weet je nog niet zo goed hè.
Dat zijn lieve kindjes allemaal. Alles staat opgeschreven hier, en alle lieve kindjes. Kan ik je op een briefje geven? Echt waar? Ja. Kun je ook mooi zingen? En waar zat je eerst op die kastje? De zonnetjes. Zit hier in de buurt? Bij Tabitha. Oké, bij de Tabitha. Papa. Ja, dat is de concurrent. Die zijn niet zo leuk. Ja. Dat is waar. Goed dat je hier naartoe gegaan bent. Ik ook. Hey, hebben jullie een cadeautje voor Juma? Ja. Hey. Kom je het halen, Juma? Kom je het cadeautje halen? Ook al zo'n mooie pet. Weet je dat je Peter los is? Ja, dat kan. Ja, heeft Eline dat ook gedaan? Ja, kijk maar uit. Zo. Zo, we zitten. Oh, voilà. Dan zie je kijken. Nou, dat was een man natuurlijk. En Carmijn, praat niet op commando. Carmijn. Nee, je hoort, ik ga niet op. Kom maar eens praten. Kijk, ze. Ja, nee, ik ga niet op commando voor. Hallo. Je bent Carmijn, hè? Kun je wel zingen op commando? Kun je ook een liedje zingen? Kom eens even in de kaart. Op de deur. Moeilijk, hè? Ja, ze zijn die grote bedragen van mensen op zijn hoofd. Mama. Nou, je hebt gelijk, hoor. Ik zou mijn mond houden als ik jou was. Je kunt nog heel lang, je hele leven lang gaan. Vergaderen en kletsen. Hou maar nog even lekker je mond. Lekker. Vind ik wel. Kijk eens, er wordt de hele interactie gedrukt, gepleegd. Wat gebeurt daar allemaal? Oh, Adam had Sensi's spreekboek opgegeven. Oh, dat is wel heel erg. Sensi moest even nieuwe. Ik ook, heel goed. Dan hou je dat toch goed in de gatenmachine. Ik zie alles. Je werkt niet langer, denk ik. Ja, dat zit ook. Ja, precies. Hè. Dat zet je heel goed. En alles op een foto papier ook. Ja. Voor mij zit je neus vol. Ik weet het ook. Al die neus zitten vol. Ik zie wel heel veel hangers, hè? Ja. Adam, ja, moet er een beetje op lachen. Die is de hele tijd zo vriend. Oh, papa, waarom? Dat moet je allemaal doen, hè? Waarom? Zullen we het dan drukken? Kijken. Maar jouw verrassing komt aan de beurt, hoor. Want Luna, die hebben we net... Carmijn heeft nog geen cadeautje. Zielig. Carmijn, cadeautje. Carmijn, kom je cadeautje halen. Carmijn, kom hier. Snel. Oeh, dan wil je wel. Zo. Wel. Wat een grote pakken zeg. Neem maar mee. Oh. Neem maar mee. Oeh. Nou, toch wel een beetje actie. Zo zie je maar weer, daarom doet ze het ook later. Zo snel. Dat is wel spannend, ja. Nee, dat is goed. Houd een beetje in de gaten hier, de pakken. Ik kan niet op alles letten. Luna. Luna, zag ik dat al ergens staan? Ik geloof wel. Kijk daar, Luna. Dat was een liedje van Peter van Toon. Die is gewoon niet meer. Luna, kom eens. Je hebt het in de plaats gekomen. Wel een beetje eng, hè? Nee, dat is een beetje eng. Kun je van... Hallo. Kun je vandaag nog een liedje zien? Misschien? Ja. Die mooie tekeningen. Ja. Je hebt een nieuw zusje, hè? Ja. Dat ook al. Dat is eng, hè? Dat is een broodje voor Luna. Een kikse hand tegen. Kom volgend jaar terug. Dan hoor ik je wel. Denk je.
Hé, hebben jullie een cadeautje voor Suzie? Je zit het allemaal te sorteren, dat is heel goed slim van je. Heb je al een cadeautje voor Suzie zien langskomen? Nee. Nee, jij dan? Nee. Ook niet, dat is wel oké. Het moet ook goed te doen zijn. Misschien moet ik dan nog maar even met een handteken ook oplossen. Lijkt me nogal goed. Oké, Rim, die daar, dat is dat klein pakje aan, dan. Nou, je moet het dan even met een. Heb je onderweg gekeken? Ah, ik zie je wel. Geweldig. En dan neem ik nog een hand pepernoot erbij. Ik ga het eens gezien. Kijk, jij hebt eens even. Oh. Goed zo. Oh, nog een blokje. Daar gaan ze, ja, je kan erop staan. Als ze er feest niet in doen, het probleem niet regelen, gelukkig. We gaan zo meteen als we weg gaan nog een paar keer. Dat was dan. Het is toch wel zo leuk. Eigenlijk het lukte van de hele dag. Geweldig. Nou, dat heb ik eigenlijk nog gehad. Leg maar die op. Het zijn toch wel. Ik heb een schuimpje voor die kleine. Kleintje. Ga ik kompel op. Je kunt erop zadelen. Een Tijmen. Tijmen, ja, daar zat je al op te wachten. Ik heb je al de hele tijd. Oh, over de hier. En je bent ook binnenkort jaar, hè? Ja. Dat vind ik wel. Dat is wel heel erg. Ik heb een handje gegeven, want ik hoop dat dat het van het grootste belang is. Hey, hey. Oh, dat zijn lekker. Die zijn lekker. Hé, hey, jij bent binnenkort jarig. Ja, dat is ook wat. Als je op mijn verjaardag ook jarig bent, dan moet je alle cadeautjes delen. En wat vier je nou als je zo op mijn verjaardag jarig bent? Vier je nou Sinterklaas op jouw verjaardag? Tuurlijk. Nee, kijk, het valt veel meer te halen bij Sinterklaas. En jij houdt op de, van de liedjes, hè, van de liedjes speeltuin. Wat is dat? Is dat een plaatje? Wauw, wauw. Kun je daar een liedje gaan zingen? Ja, zing eens. Wat zeg je? Zing nog eens. Hoort u het niet dan? Ja, ik hoor het heel lang. Ik denk dat de volumeknop kan nog wel even een beetje harder. Daar kunnen jullie wel iets aan doen, hè, hier. Zullen we hem samen hard proberen, Tijmen? Ja. Ja? Ja. Heel goed. Oké, gaan we samen hard doen. Welkom in de liedjespeeltuin. Welkom in liedjesland. Welkom in de liedjespeeltuin. Welkom in liedjesland. Wat leuk dat je er... Hallo. Oh. Mooi zeg. Ja, leuk. Krak, goed zo. Hey, hebben jullie ook een cadeautje voor me? En je kan ook heel boos kijken, dat heb ik nog niet gezien. Tijmen. En je kan ook heel boos kijken, doe dat. Dus ik zag je de hele tijd zo lief kijken naar mij. Kijk eens boos. Je zag je tegen, zag je dat? Dat is echt wel heel erg. Wat kan je even boos krijgen? Dan krijg je nog ook mee van elkaar, denk ik. Wauw, wauw. Dat is een hele goeie, hoor. Wauw, wauw, wauw. Blijf maar kijken. Wauw, wauw. Geweldig. Nou, mooi. Mag ik nog een paar pepernoten strooien? Natuurlijk, joh. Dat is altijd leuk. Mooi. Zachtjes. Dat is een hele schade. Hé. Hey. Want dat is Max. Toch? Jij bent Max, toch? Ja, ik ken ik wel. Jij durfde mij geen hand te geven, toch? Durf je dat niet wel? Nee, nog steeds niet. Nee, die wel gekomen zijn. We kunnen proberen, is helemaal niet eng, hoor. Geef mij eens een handje. Dat is niet zo eng. Dat is niet eng. Durf jij het ook? Geef mij eens een hand. Doe maar, Max. Dat is een hele mooie ring. Maar. Kijk, vroeger deze, die ringen gingen ze, moeten die kussen, maar dat doen we niet meer. Dat is afgeschaft. Okay. Dus, kom maar in ieder geval maar even staan. Als je dan Max, als je het samen met David doet, durf je dan wel? Want dat is jouw vriend. David, schijnt met Max mee? Kom maar, kom maar. Gaan we met Max mee naar Sinterklaas? Pak Max een handje maar. Kunnen jullie samen? Want jullie zijn grote vrienden. Echt al gelogeerd, toch? Dat is wel spannend.
Ga maar, Max. Durven jullie samen een hand te geven? Alle twee tegelijk. Yeah, gelukt! Oeh, dan heb je maar mijn handen. Goed dan. Snel even staan. Hé, Max, een cadeautje. Waar we staan? En pepernoten. Hé, zijn er ook, Max, zijn er ook Engelsen?